is vandaag zaterdag. We zijn vanochtend net boven Parijs vertrokken. En we zijn nu bij Sluis Suren. We hebben deze sluis al vaker laten zien. En zoals altijd, als we in ons eentje schieten, maken we niet vast. Een stukje waardiger. Maar omdat we willen blijven drijven, kunnen we natuurlijk niet altijd invaren. Dan moet ik zo hard achteruit draaien dat we scheef in de sluis komen te liggen. Dat is ook niet de bedoeling. Als we vastmaken, stoppen we ook af met de touwen. Maar dat is er nu dus niet bij. Het is wat lastig te zien, maar recht voor ons steekt een roeier over. Redelijk ver weg, maar we hebben toch echt wel voor stroom, dus ik kan niet zo heel veel doen als het niet goed gaat. We hebben dit echt niet allemaal zo bij elkaar geknipt of zo. Dit is puur wat er op één dag allemaal gebeurt. Het is een zaterdag. Het mag duidelijk zijn dat plezier het vaart voor ons soms heel vervelend is. Dit is een van de manieren waarop wij aan ons drinkwater komen. Via een waterslang op een sluis. We zijn hier de watervoorraad voor aan het bijvullen, waar we de was mee doen. De deur gaat open, waar ben je? Nou, het is veel weer voor het bedrijf. Goed. Het is verkeerd toch? Okay. Ja. Ik zal het wat uitleggen. Het is echt feest vandaag. Weer zo'n roeiboot. En ja, we kunnen echt niet veel kanten op, hoor. Het is vaak over die andere heen. Zeg het maar. Het is hier niet zo diep, dus na de brug kan ik niet al te veel kanten op. Ik kan een beetje opzij. In geval van nood kan ik proberen te stoppen, maar dat gaat lang duren.
niet altijd even eenvoudig, dit soort gedoe. Kijk, zo kan het dus ook. Gewoon lekker opzij. Zit weliswaar aan de voor hun verkeerde kant van het vaarwater, maar dat is geen probleem. Einde van een lange dag. We zijn bij sluis Krij. We blijven boven de sluis liggen. Gaan we morgenochtend bij tijds weg, zodat we 9 uur bij de volgende sluis zijn. Op het moment dat die gaat draaien. Morgen is het zondag. Weekend.